Vandaag in Melk en Honing ga ik zeewier snijden. In het wild. Oh, er zijn krabben! Ontdekt Herman waarom spinnen niet in hun eigen web blijven kleven. Maar dit is nog niet plakkerig. En krijg ik les in natuurfotografie van de maker van deze wonderschone foto. Han Bouwmeester is natuurfotograaf en heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Deze steenarend haalde zelfs de New York Times. Hij is altijd op zoek naar het juiste licht, onderwerp en het mooiste kader. En dat is in ons land niet altijd even makkelijk. Met natuurfotografie in Nederland is het eigenlijk zo dat je daar echt wel moet filteren. Als wij rondlopen, dan zien we, ik zie daar een gebouw staan, een weg, je ziet van alles. Mm-hmm. Maar als wij proberen te filteren van, oké, dat gedeelte wil ik nu als landschap gaan fotograferen, dan heb je in één keer een mooi landschap. Ja. Dus dan moeten wij helaas in Nederland moet je dat wel heel erg gaan doen. Dus we gaan nou eerst heel erg met de compositie bezig. En want als jij naar dit plaatje kijkt, hè? Ja. Ik zie echt van alles, maar wat zie jij? Kijk jij naar details of ja, kijk vormen. Jij naar vormen? Hier is het belangrijkste zijn de vormen. Nou, dat zie je natuurlijk met die rondingen, dat die beuken die heel mooi naar het water zijn gaan groeien. Dat er al jaren staat, dat idee moet je vastleggen en daar moet je verhaal mee proberen te vertellen. Nou, en de herfstkleuren zijn nu natuurlijk fantastisch. Je moet een foto hebben waar je een verhaal mee vertelt. Maar waar je ook echt in kunt kijken. Waar je echt wel even naar gaat staan kijken, zeg maar. Dat zou het mooiste zijn. Wat zijn de eerste lessen voor een beginnende fotograaf? Leren luisteren. Ja. Maar ook kijken en probeer niet te veel aan die camera te hangen. En ga niet gelijk al plaatjes willen maken. Nee. Leer gewoon een beetje inschatten wat er kan gebeuren. Maar met vogelfotografie, ja, prachtig. Supermooi. Kijk, dat treft een hele mooie groep. Maar jij zegt niet altijd over een foto van willen maken. Dus jij... Nou, niet onmiddellijk. Jij loopt niet altijd met een camera op je... Nee. Ik ga heel vaak op pad zonder camera. Gewoon kijken van waar is het mooi... Dat overkomt je ook gewoon soms. Nou, ja, we hebben hier een heel mooi voorbeeld. Dit is nou typisch zo'n voorbeeld waarvan ik zeg van... morgen vroeg hier zijn. Dan ga ik nu al een beetje uitdenken van... ja, wat zou ik hier kunnen doen? Hoe en pak ik het aan? Wat zou je dan doen? Dit is heel mooi om dat zo te doen. Ja. Maar ook heel mooi frontaal, omdat je deze mooie... Ja. Mooie vormen van die stam... Ik ga er wel even een foto van maken. Moet jij hem even... Ja, ga je gang. Jij kan dat. Jij kunt dat met deze camera. Ja, prachtig. Vooral dit is al heel mooi dat je die boomstam mooi zo diagonaal in beeld hebt. Ja, ja. Maar er zit wel degelijk voorbereiding in je werk. Ja, het is niet dus dat een natuurfotograaf met een camera om zijn nek gewoon lukraak wat hij gebeurt tegenkomt. Gebeurt ook wel. Maar de meeste foto's waar je toch echt wat mee wilt gaan doen, wat je toch een beetje perfectie nastreeft, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dat ga je toch uitdenken. Ja. En dit is zo ook heel mooi, hè? Zo. Ze glimmen helemaal. Ja. Kan jij een beetje mij door jouw ogen laten kijken, zeg maar? Wat zie jij nu hier? Dit is misschien heel mooi. Dit is misschien heel mooi als je die bladeren ziet. Die kleuren erin. Dit zit precies in de goede hoek, denk ik. Ja. En de bladeren zitten een beetje los van elkaar. Grappig, want ik zou toch denken dat het een beetje een dood, mager takje is. Ja, dat is het ook. Maar ook die foto's moet je maken. Kijk, dit idee. Ja. Ja, maar dit is super fraai. Accentueren. Dit is zo mooi licht en helder tegen die donkere achtergrond. Een beetje dat dromerige idee. Ja. Waarom vind jij het zo mooi om de schoonheid van de natuur vast te leggen? Ja, omdat er zoveel schoonheid in de natuur te vinden is. Kijk. Maar dat kunnen wij toch mensen gewoon allemaal zelf ook wel zien met onze eigen ogen? Waarom wil jij dat zo graag vastleggen? Het is mijn eigen beleving. Fotograferen doe ik gewoon voor mezelf. Dat zou iedereen dat moeten doen. Je maakt in eerste instantie foto's voor jezelf. Mm-hmm. Fotografie, en met name die natuurfotografie, daar zit zo verschrikkelijk veel variatie in. Je eigen fantasie is de beperking.
Behalve dat Han zich laat inspireren door wat de natuur te bieden heeft, creëert hij ook zijn eigen landschap. Zo fotografeert hij vogels vanuit een speciale fotohut waarbij hij de natuur een klein handje helpt. Trok blij mee, wat doet hij ze niet weg te brengen? Maar dan bouw je wel echt een settingje. Had ik eigenlijk niet. Nee, dan bouw je echt een beetje stilgestaan. Nee, als natuurfotograaf dat je toch. Ja, je wilt gewoon de puntjes op de i zetten. Je wilt net iets verder dan je normaal doet als je shotjes in de natuur maakt. Ja. En hier zet je het geluk een beetje naar je hand. En je gaat het een beetje creëren. En met een beetje zoutloos vet als lokkertje moet het lukken om de vogels in deze vogelstudio te krijgen. En dan ga ik eerst eens even kijken naar A, wat er komt. Ja. En B, probeer ik dan een beetje een individu, als er bijvoorbeeld kuifmeesje zit, probeer ik die al een beetje in de gaten te houden. Want heel vaak zie je een herhaald gedrag. Dat die steeds van de linkerkant komt en steeds via hetzelfde stammetje naar het voer gaat. Mm-hmm. Want het gaat heel snel. Zo'n vogel blijft echt geen 5 minuten op dat stokje zitten. Nee. En dan gaan we wat zachter praten, want nou begint er wat te komen. Oh ja. Ik ga even kijk, er begint wat te komen, zie je? Ja. Er zit een koolmeesje nu. Waar? Links op het stammetje, hij is nu weer weg. Oh, jammer. Maar die komt wel weer terug. Hij heeft nu gezien dat er voer is. Wanneer is voor jou een foto perfect? Een foto moet een verhaal vertellen. En wanneer de vogel er mooi op staat, maar dat de omgeving ook heel erg mooi is. En het liefst nog waarbij je een verhaal vertelt over die vogel in zijn leefomgeving, wat hij aan het doen is. Kijk, ik vind deze zo leuk. Ja, dat is toch prachtig. Kijk, dat kopje. Dat kopje, ja. Batterende vogels is altijd prachtig, maar je moet. Ja, maar ik schrijf mee jouw foto. Ik heb ook heel veel moeten schieten om een beetje succes te hebben. Oh. Ik heb deze bijvoorbeeld allemaal mooi. En mooi, die is fantastisch. Dus dit is echt herfst. En ja, herfst is mooi met kleurtjes, dat zie je. Nou, ik zie het ook. Ik zie dat ik nog even moet oefenen. Nou ja, maar dat ik is ga vaak nog even. Kwestie van doorzetten. Oh ja, dat is een goeie.